de middag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, Zelda Play 20. In de vorige aflevering hebben we voor elkaar gekregen om wat sidequests aan de kant te hebben. En in deze aflevering gaan we daar vrolijk mee verder. We hebben een grotere Ruby bag gekregen. We hebben een empty bottle te pakken gekregen. En we hebben de weg naar Dead Mountain opengemaakt. En we hebben een nieuw shield gepakt die we nog niet geëquipt hebben omdat ik daar te lui voor was. Deze ronde hier, daar kunnen we een piece of heart krijgen, maar daar wil ik op dit moment nog niet de tijd aan besteden. Aangezien dat we niet genoeg rubies op het moment hebben. Dus, eventjes alvast de nieuwe hier eventjes pakken. En ik zie dat Danpei nog rondloopt, dus dan zouden wij dus daar niet naartoe kunnen komen. Maar nou is er één ding wat we wel kunnen doen, en dat is dus als wij hier naar boven toe lopen... Dan, als ik me niet vergis, kan het ook al op Dempe rond. Dus zoveel maakt het niet echt uit. Maar als wij hier gaan staan, dan zien wij hier de Triforce op de grond liggen. En daar willen wij dus zeg maar... dit nummer spelen. Moment. Oké dan. Nou. Ik zat heel even in mijn gedachten eventjes bij hetgene wat we dadelijk moeten gaan doen, wat behoorlijk lastig is. Voor de mensen die meespelen en voor de eerste keer meespelen, dit kan op zich best wel een moeilijke taak zijn. Hou daar wel rekening mee. Dit is niet echt makkelijk met maar 4 hartjes helft. Dus heb je een beetje moeite zeg maar met, met niet geraakt te worden, dan is het misschien nog niet echt een plek waar je naartoe wil gaan. Oké, nou hebben we hier eerst een paar Zeritans, Zubats, Keys... Hoe je ze ook wil noemen. Ja, en ze heten eigenlijk Keys. Na de originele Zelda 1 van de NES. Maar wat we hier willen doen is... We willen ze allemaal verslaan zodat de deur voor ons gaat openen. Dus nou zit ik al eventjes te kijken waar dat die laatste zit. Dankjewel voor mijn full health terug te geven. Ik weet zeker dat er nog ergens eentje zit. Zit hier boven ergens verstopt. Ik weet dat er hier nog ergens eentje zit. Oké, hij is aan het fladderen. Oh, mij durven te raken, jij schavuit, sterf. Hoe durf je mij te raken, jij klier. Jij vervelende klier. Nou, zou je dus zeg maar deze toortjes aan kunnen zetten met vuuritems die we op dit moment niet hebben. Het enige wat dat doet is, volgens mij laat het een kist verschijnen met een veetje erin. Of met 50 rubies erin, dat weet ik niet zeker. Goed, deze kamer. Extremely dangerous. Aangezien dat er hier redeads links en rechts zitten. En redeads die zijn dodelijk. Dan wil je niet doorgepakt worden. Dus wat wij gaan doen is wij gaan YOLO waterpolo. Gewoon hier doorheen, hè. We zullen dan één keer geraakt worden door een scream van zo'n stomme redead. Maar die negeren wij gewoon. Lopen gewoon weer eventjes door het gif heen. En krijgen maar weinig schade. En lopen hier gewoon rustig door. Nou, dit is de kamer wat voor mij het moeilijkste gaat worden. Want hier zit een nummer die behoorlijk moeilijk te spelen is op de echte Ocarina. Dus gelijk het tweede nummer van het spel wordt dus gelijk een gigantische uitdaging. This poem is dedicated to the memories of the dearly departed members of the royal family. The rising sun will eventually set. A newborn life will fade. From sun to moon, moon to sun. Give peaceful rest to the living dead. This is an interesting poem, huh? Something is inscribed on the tombstone. It's the secret melody of the composer brothers. Sorry, dat klonk heel erg vals. Het is een van de moeilijkste nummers die ik moet spelen in dit spel. Mijn excuses daarvoor, maar ik heb het voor jullie gedaan. Goed, nou, eventjes. En in het echt speel ik het helemaal... Of in het spel speel ik het helemaal verkeerd. Dat gaat al helemaal goed. Nou,
Het doel van dit nummer. Dit nummer zorgt ervoor dat wij het dag en nacht kunnen maken wanneer dat wij willen. Dus we hoeven niet meer te wachten tot het nacht wordt of tot het dag wordt. Omdat dat hebben we nou dus zeg maar in onze ocarina zitten. Dus daarvoor kunnen wij dus wanneer dat we willen gewoon de tijd nou veranderen. Wat dus heel gunstig voor ons is. You've learned the sun song! Nou, daar ben ik heel erg blij om. Dus dat is in ieder geval alvast één van de voordelen die we dus zeg maar waar we ons nou niet meer druk over hoeven te maken. Nou, het nadeel is nu wel, ja, heel erg belangrijk. Redead zullen dus ook paralyzen. Ja, die zullen dus ook vlammen, die kunnen dan ook niet meer lopen. Dus ik zal het hier even gelijk demonstreren. Hier hebben we al die Redeads. Spelen we het nummer nog een keer. Dan horen we dit geluid. En ik heb een stok. Die wou ik eigenlijk niet hebben, maar dat maakt niet uit. En dan zie je dus zeg maar dat ze allemaal wit zijn. En tot ze dus zeg maar ons niet meer zullen vlammen of iets. Hun zijn allemaal bevroren. Hun hebben rust gevonden of zo. Dit blijft totdat je zeg maar de kamer verlaat en weer de kamer terugkomt. Dan zullen ze dus zeg maar weer wel gewoon dodelijk zijn. Dus kijk daar wel voor uit. Nou, ik zie dat we nog 2,5 hartje hebben. En ik denk dat we nog even voor een piece of heart kunnen gaan. Dus waarom ook niet? Nou, dat kan alleen maar weer op het moment dat het avond is. Zeg ik er al eventjes alvast bij. Maar dat maakt niet zoveel uit, want wij hebben nu de Sun Song. Dus die zullen we nogal veel gaan gebruiken in deze Let's Play. Nou, als het hier weer avond is, dan zijn er hier en daar natuurlijk weer Skulltula's te vinden. Maar op dit moment kunnen wij heel erg weinig met die Skulltula's. Want daar hebben we nog niet de item voor die we nodig hebben. Als ik me niet vergis, uit het hoofd, deze grafsteen hier... Nee, is de verkeerde. Het is deze, sorry. Nee. Zag ik niet dat ik bezig was? Op superjaar. Is die ook niet? Wat is het dan? Oh ja, de tweede van. Ik ben echt dom. Hopelijk kan ik dit gewoon doen. Ik zit in een anima... Weet je wat? Screw jullie. Ik heb nog maar 1,5 hart, ja! Hier zie je een redead zitten. En dit kan heel erg dodelijk voor mij gaan worden. Dus laten we maar hopen dat ik dit niet op screw... Want deze redead moeten we gaan verslaan. Oké, nou, here we go. En hij is down, Oké, we hoeven ons maar geen zorgen over te maken. Die grijpen zich namelijk aan je vast en kunnen je behoorlijk veel schade doen. Zeker als je maar 4 hartjes hebt. Maar goed, hier spelen we dus ons nieuwe nummer alweer. Jongen. Het wordt wel even ingevreven hoe dat nummer werkt, hè. Sheesh. Mijn excuses nogmaals, jongens. Maar goed, als we dat nummer hebben gespeeld, dan komt er hier een kist tevoorschijn. En in dat kistje... zit een piece of heart! Nu hebben we 3 stukjes piece of heart, van er is nog een extraatje die binnenkort gaat komen. Wat leuk! Mijn naam is Piet Bonusman, ik heb hier het winnen van jullie. Nou, dan zitten we weer op full health, hebben we weer een piece of heart te pakken gekregen. Dus, weer heel veel progress, maar maak je geen zorgen, deze aflevering is nog langer na niet voorbij. Dus, nou, we hebben dus hier nou een piece of heart. Er is hier nog een piece of heart die we kunnen krijgen, dan moeten we dampen hebben. En dat is dus zeg maar tussen... ik geloof 8 uur en voor 12 uur dat hij hier dan rondloopt, wat we dus net zagen. Maar daar hebben we wat meer rubies voor nodig, dus op het moment lijkt het me niet handig om daar nou voor te gaan. Nou, we gaan hem wel krijgen later, maar nu nog eventjes niet. Dus eventjes daarvoor geduld nog. Wat we gaan doen is, wij gaan nu eventjes totaal uit onze weg voor een paar secrets die we nou te pakken gaan krijgen, die later heel erg handig zullen gaan worden. Sowieso, ik geloof 3 pieces of hearts die we hierdoor kunnen gaan krijgen. Dus zeker de moeite waard. En tot we dus zeg maar een eigen gemaakt nummer kunnen leren. Ja, dat is dus ook nog eens een mogelijkheid. Die dus later in het spel ook ons heel veel wegen zeg maar opent in een vroeg tijdperk. Dus dat willen we zeker gaan doen. Dus de eerste plek waar dat ik nou jullie mee naartoe neem. Dat is richting Gerudo Valley. Iets waar we nog langer na niet over te zijn in dit spel. Maar al naartoe kunnen op dit moment. Dus daar ga ik nou heel eventjes als eerste naartoe. En dat is eigenlijk best wel een lange wandeling in de park. Dat kan ik heel eventjes gebruiken om eventjes te benadrukken hoe groot Hyrule Field wel niet is. Wij staan nu zeg maar helemaal in het noorden bovenaan in de map. En wij moeten dus zeg maar helemaal richting het westen in de map. Oftewel, ja, aan de linkerkant van de kaart. Daar moeten we helemaal naartoe lopen. Dus dat is een behoorlijke wandeling. En later krijgen we dus zeg maar een vervoersmiddel waardoor dat het dus een stuk sneller gaat. Maar ik moet jullie gewoon heel eerlijk zeggen, ik vind het... heerlijk om hier gewoon zo zeg maar door deze weide heen te lopen. En vergeet niet, we moeten eigenlijk ook nog steeds die Happy Mask Doodle terugbetalen. Maar daar heb ik helemaal geen zin in.
Dus hij heeft pech. Maar dit kan eigenlijk best wel heel interessant worden. En ik denk dat we wel... Ja, het kan een lastige opgave worden om dus zeg maar die derde piece of heart te gaan krijgen. Dat is een van de lastigste pieces of hearts die ik zelf persoonlijk vind. Dus dit duurt wel heel erg lang, hè. Weet je waar, ik skip wel heel eventjes. Doe maar eventjes een knipje. Vooruit dan. Vooruit. Doe maar even een knip. CP, wait up, buddy. Head south from here to reach Lake Hylia's full rich waters. If you go west, you'll find Gerudo Valley. There's a hideout of gang of thieves on the other side of the valley. Well, you're free to go anywhere you want. Do you want to hear what I... Nee, want het was nogal pointers wat je daar zei. No matter how hard it is, just don't get discouraged. They're coming to take me away. They're coming to take me away. Oké. We zijn er ondertussen, maar hier kom je dus die klote alweer tegen die je dus weer onzin gaat vertellen. En wat dus zeg maar weer... Heel vervelend. Nou, wat hij dus eigenlijk zegt, je bent vrij om overal naartoe te gaan. Maar eigenlijk wordt hier gezegd van, je hoort hier niet te zijn, je moet ergens anders zijn. Dus... Op deze locatie horen we helemaal totaal niet te zijn. Maar aangezien... Het is niet een moeilijke opgave, het is een hele makkelijke opgave. De sprong kan een beetje moeilijk zijn, hou daar wel rekening mee. Maar we kunnen hier heel veel pieces of hearts te pakken gaan krijgen. En dat wil ik zeker eventjes in deze aflevering gaan doen. Dus dat is de grootste reden waarom ik jullie hiermee naartoe heb genomen. Ja, ik denk vooruit voor een keer. Hoe is het mogelijk? Welkom in Gerudo Valley, een van de meest bekendste lievelingsnummers van Ocarina of Time. Zelf is het niet mijn lievelingsnummer in Ocarina of Time. Maar wat wel mijn favoriete nummer is in Ocarina of Time, dan komen jullie natuurlijk. Kakariko Village is er een van, maar deze op zich is wel catchy, maar het is niet een van mijn favorieten. Maar goed, wat wil je moeten doen? Voor de mensen die meespelen op een 3DS of Ocarina of Time, doe exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde in beide versies. Gewoon goed opletten met wat ik doe. Je wil hier naar de rand toe lopen en je ziet daar dus zeg maar een krat staan. Daar willen wij naartoe springen met deze Kuko in onze hand. Nou, wat we daarna moeten gaan doen kan een beetje lastig zijn. Dus let goed op. We willen daar naartoe gliden. Zorg ervoor dat je hier goed staat. Dan wil je je schild gebruiken. En dit moet je snel gaan doen. Wat we nou moeten gaan doen is ons schild gebruiken, barrel kapot pakken, piece of heart oppakken en gelijk weer de kip oppakken. Anders moeten we dit opnieuw gaan doen en dat is heel vervelend. Dus gebruik je schild. Doe. Oké. I screwed up. Pak die kip op. Pak. Nee. De kip die valt naar beneden. Hij is naar beneden gevallen. Jammer. Oh, natuurlijk lukt het mij weer niet. Nou ja, we hebben hier de piece of heart. Waardoor dat we dus weer een extra heart container hebben. Kan gebeuren tot het eventjes faalde. Maar goed, wat we eigenlijk dus met die kip wouden doen, is we wouden eigenlijk dus zeg maar richting die waterval, waardoor dat we dus over die andere waterval daarheen konden gliden. En dus... Navi, ik vroeg niet om jou. Ik wou gewoon die kant op kijken. Tot we dus zeg maar richting die waterval konden gliden. Maar als we nou naar beneden springen, dan vallen we dus zeg maar te laag en kunnen we daar dus nou niet komen. Er zit namelijk ook nog een piece of heart, maar die zal ik zeker nog in deze aflevering laten zien. Dus ik klim weer heel eventjes terug naar boven toe en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou weer een helemaal rondje te hebben gelopen. Ja, ik kan er helaas niks aan doen, maar ja, als je dus faalt, dan moet je weer een rondje gaan lopen. Dat is best wel vervelend eigenlijk. Wat we dus dan willen doen is, als we die kisten zeg maar al gehad hebben, dan zou je dit kuikentje weer op kunnen pakken. En dan wil je dus zeg maar naar de andere kant te lopen. En dan wil je hier naar beneden springen. Tenminste, zeg ik dat goed. Volgens mij moet ik hier naar beneden. Ja, hier moeten we naar beneden springen. Nou, als we hier dus naar beneden springen, dan komen we dus zeg maar bij die waterval. Er zit daar een onzichtbare muur, dus dan kun je niet over de waterval heen en vliegen. Maar wat dus heel erg grappig is, is dat als we dus zeg maar bij die waterval terechtkomen... we hebben die kip eigenlijk hier, zie je? Bom, onzichtbare muur. Als we daar bij die kip terechtkomen, dan kunnen wij dus zeg maar hier ons heel mooi achter de waterval al planten. En dan zit hier dus nog een extra piece of heart. Yay, piece of heart! Daar ben ik blij om! Oké, nou. Voor de rest is hier eigenlijk niks te doen. We kunnen wel eigenlijk hier een plateautje op, volgens mij aan de rechterkant. En er zit een Gerudo en die heeft niet echt veel boeiends te vertellen. Dus eigenlijk is hier niet veel boeiends meer te halen. Dus ja, dat is zeker een piece of heart die makkelijk over het hoofd is te zien achter de waterval. Hoe weet je dat daar een piece of heart zit? Niet. Dit is echt puur exploration, onderzoeken en zo weet je waar dat piece of heart zit. Dus zo werkt het mee. Nou. Nadat we dat gedaan hebben...
komen we dus zeg maar bij Lake Hylia uit. En de reden waarom iedereen die zegt Lake Hylia of noem het maar op. De reden waarom ik zeg Lake Hylia is omdat we spelen dit spel en iedereen weet dat het uitgesproken wordt als Hyrule. Dat je in Hyrule Field bent. Je bent een Hyrule, het spel wat uit is gekomen. Hyrule Warriors. Dus als iemand praat over een Hylian, dan zeg je dus ook Hylian. Ze zijn allemaal gewoon heel erg high, laten we het daarop houden. Nou is er hier één ding wat ik zeker wil doen voordat ik dus zeg maar verder ga. Je hebt hier twee Scarecrows en daar kun je dus zeg maar je eigen liedje bij leren. Wat ik dus wil doen is, ik wil zeker een Scarecrow song gaan maken. En de Scarecrow song die ik wil gaan maken is eigenlijk de Song of Healing, dat in dit spel nog niet voorkomt. De Song of Healing die komt eigenlijk pas voor in Majora's Mask en die wil ik dus dolgraag in deze gaan doen. En dat zegt hij ook van... I am Benoru, the Scarecrow musical genius. I hear a song once and I never forget it, baby. Dus tegen hem wil je een spelletje of een muziekje maken. Nou, dus... Wow, you have an ocarina. Hey, why don't you play a tune on me and live with it, baby? Or lay a tune on me, whatever. Oké, dus even kijken. Nee, ik doe het helemaal fout. Even overnieuw. Mijn excuus, jongens. Well, not bad. I will remember it for you anyway. I don't mean I can't remember only I know it, but I can't cut it right here, never in now, baby. Nou, dit nummer, op het moment dat we dus zeg maar verder in het spel gaan komen, dan wordt dit nummer zeg maar heel erg belangrijk. En, ik weet niet of ik het aan hem moest leren, maar ik doe het ook even voor zeker bij jou. Dat is Pierre en Wandering Scarecrow. Oké. Juist. Oké, nou, we gaan nog een ding proberen. Mijn excuses, jongens. Nee, we hebben het bij de goede Scarecrow gedaan. Dit is bij mij altijd heel eventjes checken hoe dat werkt. Maar dat wordt dus zeg maar onze Scarecrow song en dat zien we dus later. Nou, omdat het dus zeg maar een nieuw nummer is, ben ik dus zeg maar weer verplicht om dit te spelen op mijn eigen ocarina. Dus jongens, hier komt de Song of Healing. Ik ga mijn best doen. Mijn excuses als het niet klinkt, ik ga gewoon mijn best doen voor jullie. Even kijken hoor, hoe ging die ook alweer? Volgens mij, oh ja, ik heb hem al. Dank u wel, jongens. Nogmaals, ik ben geen pro op mijn excuses als het zo vals als het me zijn kan klinkt. Ik kan er niks aan doen. Nou, als special, omdat we zoveel van de Katagiank hebben gehad, gaan wij dus nog heel eventjes vissen. En vissen is zeker heel erg belangrijk, omdat we hier ook weer een piece of heart kunnen krijgen. Nou, hoop ik dat ik dit in mijn first try haal, want we hebben maar 20 robies. Of we hebben maar één keer tot we het kunnen proberen. En er zit dus zeg maar een hele grote vis hier. En die wil ik jullie lekker laten zien. Well, do you want to go fishing for 20 rubies? Yeah. Oh no, you don't have a rumble pack. With a rumble pack, you can actually feel the vibrations. This time, no rumble for you. Okay, listen up. You go fishing by using your fishing pool, and for the rest, the ZP is going to explain it. Understand? Yeah. I'm so generous, I'll let you fish as long as you want. Let's fish. Nee, let's play, let's fish. Oké, nou, de manier waarop dat we dus zeg maar moeten vissen is dus, nou ja, je drukt op B en je gooit je vishengel. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Maar de beste plek om te vissen is, er zit dus één grote vis die we willen vangen. En in tegenstelling van de Majora's Mask is vissen hier wel belangrijk. Dus voordat jullie denken van, nee, waarom gaat hij dat nou doen? Vissen is hier heel erg belangrijk, dus onthoud dat. Oké, nou, wat we willen doen is, we hebben hier dus zeg maar een soort van boomstronkie dinges. En daar willen we opstaan. Daar kun je opstaan, dus... Oké, ik wil eigenlijk... Cancel dit. Cancel! Oh. Dit vind ik zo... Weet je wat? Ik doe gewoon dit. Zo. Gewoon snel. Oké, dankjewel.
Wat we willen doen, is we willen dus zeg maar die kant op kijken. En daar staat ons pijltje, die staat al zeg maar bij die grootste vis. Dus daar willen we op lokken. En dan willen we dus zeg maar onze vishengel gooien. En nou komt de moeilijkste part. Die vis ook vangen. Nou, zoals ik al zei, het is de grootste vis die dus zeg maar op dit moment te vangen is. En we hebben een kleine, die wil ik absoluut niet. Oké, dus nou gaan we een beetje spelen met de hengel. Oh, we hebben hem. Oké. Nou moeten we dus goed opletten en goed kijken of we hem binnen kunnen halen. Dus je wil naar zijn staart kijken en dan wil je dus tegenstelde richting, zo doe ik het altijd. Oh, we hebben hem al. Never mind, we hebben hem al. Normaal gesproken vind ik hem echt heel erg moeilijk. Oh, dit is hem nog niet eens. Geen wonder dat hij zo makkelijk was. Waar is die grote? Daar is die grote. Nou, weet je wat? Ik knip heel eventjes naar voren totdat we bij die grote aankomen. Oké, jongens. Dat daar is de vis die we dus willen hebben. Dat is de grote vis die we dus moeten vangen. Kom op, pak hem. Pak hem. Pak hem. Pak hem dan. Pak hem dan. Doe hem dan pakken. Doe hem dan pakken. Oh, wat een irritante rotvis. Maar dat is dus de vis waar we voor willen gaan. Dus... Oké, nou. Op het moment dat hij hem pakt, zie ik jullie meteen. Want dit kan wel eens eventjes een beetje duren. Dus zeker... Moet je je geduld hiervoor hebben. Oh, we hebben hem al gelijk. Oké, dat wordt dus geen knip. Oké, nou deze, zoals ik al zei, kan behoorlijk moeilijk zijn om hem te vangen. Dus gewoon op A blijven drukken. En hem proberen naar binnen te blijven halen. En we hebben hem. Ah, nou, dat ging eigenlijk best wel goed. Wow, this is a real lunker. Let's see it. 10 pounds. Do you want to keep it? Natuurlijk willen we die houden. Sheesh. Kom nou, ik ben hier zevenlijk. Dus, maar zoals ik al zei, dit kan best wel lastig zijn. Dus je zult hier best wel veel tijd, als je dus moeite mee hebt met het vissen, zul je best wel een tijdje bezig zijn. Nou, wat je dus wil doen, is je wil met die grote vis, willen we dus zeg maar naar onze scratchy doodle. What do you want? Nou, ik wil mijn vis eigenlijk even wegen. Wow, this fish is huge. It looks like a new record, dude. It weighs at least 10 pounds. Seriously. Okay, here is your prize. Ik weet niet, ik vind hem eigenlijk meer een beetje... Hey dude, what's up? Een stemmetje. Maar goed, we hebben dus een piece of art omdat we dus een grote vis hebben gevangen. En dat is het enige wat we hier kunnen doen. Nou heeft hij ook nog wel wat grappige lines die ik zeker nog even met jullie wil delen. Voordat we hier weggaan. Let's talk about something. Dude, you wanna try another lure? What are you talking about? Are you so selfish? Don't you know the old saying? A great fisherman never chooses their own lure. En zo heeft hij dus zeg maar heel erg veel verschillende. Wat één van de grappigste is, die ga ik even zoeken. Geef me een momentje. Oké, waarschijnlijk zegt hij het dus alleen maar op het moment dat we later verder in het spel gaan komen. Dus nu zegt hij het helaas niet. Ik heb het geprobeerd, maar helaas heeft hij geen zin om dat te zeggen. Nou, we hebben dus zeg maar weer een paar pieces of hearts te pakken gekregen. We hebben een paar sidequests nou out of the way. Dus op zich zitten we wel goed. We zitten op 5 pieces of hearts, wat zeker heel erg handig is. Ik denk dat ik het ook daarbij ga laten. Dus in de volgende aflevering ben ik van plan om Epona's song te gaan leren en Saria's song. Dus op het moment dat ik die geleerd heb, gaan we dus daarna verder met de gewone actual storyline. Dus ik hoop dat morgen de laatste sidequest aflevering is die we gaan doen. Maar dat is dus allemaal voor morgen. Dus met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Voor al die pieces of heart die we hebben gevonden. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en sorry voor het slechte fluittechniekje. Bij sommige nummers heb ik nog een beetje moeite. Mijn excuses. Toch bedankt voor het kijken, jongens. Tot morgen. Doei!